Ervaar het ultieme vakantiegevoel in eigen land op deze unieke pop-up camping. Welkom op Camping de Wereld! Een familiecamping met veel activiteiten voor jong en oud, met een festivalsfeertje. Er is voldoende ruimte voor relaxen en gewoon genieten. Je hoeft hier helemaal niks. Maar als je zin hebt, is er de hele dag vermaak op de camping. Toen we als eerste hier kwamen, was het echt een verrassing. We kwamen al binnen en gewoon de entourage dat ze zeiden... Hoe was de reis? Hebben jullie turbulentie gehad? En dan sta je helemaal sprakeloos, denk je, oh. En toen gingen we naar Kaapstad. Kaapstad waren wij. En wij waren helemaal enthousiast, jee, we gaan naar Kaapstad. En toen hebben we dat verteld aan mijn moeder. En die zei, oh, maar dat staat nog aan mijn lijstje. Ik voel me altijd Indiaan, ik wil in de tipi. Toch, tipi. Pipi in de tipi. Ja, toen zijn we teruggekomen. En het is weer leuk. Het is weer leuk. Geniet van muziek, theater, workshops, silent disco, lekker eten en drinken, laat je masseren, ga naar de kapper, maak een wandeling of neem een frisse duik. Slaap en leef in een echte tipi of joort. Of neem je eigen campertje mee. Het leuke van Camping de Wereld is dat er allerlei dingen worden aangeboden waar je normaal niet zo makkelijk mee in aanraking komt. Je moet het echt opzoeken. Zoals maandag was hier klassiek kwartet. Waar mijn oudste dochter heel erg geïntegreerd naar heeft te luisteren. Wat we thuis eigenlijk niet opzoeken. Zo krijg je heel veel dingen mee. Op een ongedwongen manier, zonder verplicht te zijn dat je alles moet volgen. Zoek het gezelschap van anderen op of geniet van de rust en ruimte bij je eigen tent. We waren van plan eigenlijk om naar Oerol te gaan dit jaar, maar dat ging natuurlijk niet door. En ik vind dit echt een geweldig alternatief, ja. Je proeft het festivalsfeertje over de hele camping, vind ik. Willen ze mij in het zweite compleet ook nog huren? Leuk, saamhorigheid, gewoon het ongekunsteld in de natuur. Of je nou een beestje of een molletje hebt of wat dan ook. Ja, hier leren we wat van. En hier zijn we gewoon, ja, mens. Reis de wereld rond in eigen land en maak op 1,5 meter contact met de andere gasten. De sausijsjes zijn in de aanbieding bij de Lidl, maar Engeburen is gratis. Zij doet altijd moeilijk met boeken. Dus ik zeg, we gaan naar Camping de Wereld. Nou, een lang verhaal kort hier zijn. En dan kom je al deze gezellig mensen. Voel, proef en ervaar de saamhorigheid en gezelligheid. Laat je verrassen. Alles is mogelijk op Camping de Wereld. Deze zomer in Zeewolde.